Suriname en de Dominicaanse Republiek trekken hun bilaterale banden verder aan. In dit kader hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen twee memorandums of understanding getekend. Het betreft een MOU over politiek overleg tussen de twee departementen en een MOU voor de oprichting van een gemengd comité voor handelsbevordering en technische samenwerking tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek. Deze twee momenten van ondertekening vonden plaats op dinsdag 6 september 2022. De minister van Buitenlandse Zaken van de Dominicaanse Republiek, de heer Alvarez, die is in Suriname om bilateraal gesprekken te voeren. We willen werken naar een versterking van de relatie met de Dominicaanse Republiek. Er zijn in de regionale context een aantal issues die uitgelegd moesten worden. Dat heeft hij gedaan. En wij gaan daar zo meteen voortzetten. Maar aan marge van deze meeting hebben we twee overeenkomsten inderdaad ondertekend. Eén gaat over een commissie. Een gezamenlijke commissie die op het stuk van handel en technische samenwerking de agenda verder moet uitzetten. We denken dat het mogelijk is om nog meer handel te drijven met de Dominicaanse Republiek, investeringen uit de Dominicaanse Republiek hier te halen en te kijken naar mogelijkheden voor versterkte samenwerking op economisch gebied. Dat is de eerste overeenkomst. De tweede overeenkomst is over de politieke consultaties die wij regelmatig zullen hebben dan. Vanaf nu zowel bilateraal als ook regionaal en internationaal. Nu is dat formeel vastgelegd, zodat we dus een schema hebben van periodiek met elkaar bellen en dan wel ontmoeten. Ook om die relatie verder te bestendigen. Voor ons is het belangrijk niet alleen buiten deze regio om bilaterale relaties aan te gaan, zoals we dat hebben gedaan in Afrika, maar ook in de regio. En dus de Dominicaanse Republiek is er één van. Ik kan u vertellen dat er zijn een aantal andere landen in de regio, Colombia, Mexico, met wie we praten om de relaties verder te versterken. Allemaal bedoeld om de Surinaamse economie dus meer ruimte te geven. Hiernaast, los van dit bezoek, het is in dat opzicht een van de eerste bezoeken van een Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Suriname. Los hiervan wil ik aangeven dat ik morgen een bezoek zal brengen aan Cuba. Een officieel bezoek aan Cuba. Men heeft er lang om gevraagd. En wij willen dus daar een aantal zaken bespreken die in het belang zijn van Suriname. Waaronder de kwestie van de medische samenwerking. Maar ook op het stuk van intensivering van exporten naar Cuba. Daar gaan we dus met minister van Buitenlandse Zaken van Cuba overmorgen over praten. En in dat verband voorzie ik dat de minister ook binnenkort richting Suriname komt om dan verder en diepgaander over deze zaken te spreken. Ik wilde dat even meegeven, zodat de pers dat en de gemeenschap dat ook weet.